Vandaag ga ik één dag door het leven als echte student. Omdat ik nooit student ben geweest, wil ik dit nog één keer meemaken. En dat doe ik in een van de beste studentensteden van Nederland, Groningen. Hier ga ik proberen om de ondernemers die het door corona zwaar hebben, een steuntje in de rug te geven. Rug, snap je? Rijksuniversiteit Groningen. Oké, laten we beginnen. Quinten. Hallo. Hey, Quinten, waar zijn we? We're back in the land of the positivity en de boeren. We zijn in Groningen. Oh. Ik dacht, ik moet nog één keer even die student life meemaken. Studenten hebben natuurlijk een bepaalde look. Ja. Ik denk, misschien moeten we beginnen bij het kapseltje. Ja. Oké, let's move! Goedemorgen. Hoezo? Kelvin. Hoezo? Kelvin. Lekker. Hey. Dylan doet vandaag mee. Yes. Vanaf nou zijn we maar. Wie is dit nou weer? Nou, dit is Dylan. Hij kent Groningen als zijn broekzak. En mijn doel is om hem vandaag plekken te laten zien die hij nog niet kende. Maar... ik weet niet of je dat kapsel van mij gezien hebt. Maar dat kan natuurlijk iets meer studentico's, kan dat. Ik weet niet, waarom ben jij voor het laatst bij de kapper geweest? Ah, ik denk 2 jaar geleden. Oh. Ja, is dit jouw zaak? Ja, dat is mijn zaak. En hoe lang heb je deze zaak al? Ik heb nu 4,5 jaar. Dat is natuurlijk, elk jaar ging het steeds beter. Tot dit jaar. Tot dit jaar, ja. Ja, het was wel even spannend hoor. Het is wel heel zwaar, maar op een gegeven moment, ja, daar kan je ook niks aan doen. Nee. Ja, die is strak. Weekend in Groningen, motherfucker. Zie je er inmiddels wel uit als studentje? Nou. Oh joh, even één momentje hoor. Hoe heet jij nu? Julian van de Breukelenbos. Julian van de Breukelenbos. We moeten eigenlijk even een studentencoach outfitje krijgen. Kijk, ik heb er één gevonden. Recessie. Dat is mooi, daar moeten we naartoe. Recessie, oude kijk in het jat staat vandaag. Stap 2, outfit. Ja, alleen Quinten mag naar binnen. Hoe oud ben jij? 25. Oh, kut. Welkom. Ik ben Calvin. Ik ben Wolter. Hey Wolter. Ja. Wij zoeken studentachtige outfits. Overhemdjes, stropdasje en Spencers. Is dit uw winkel? Maar dit is niet mijn winkel, vriend. Ja. Hoe lang is dat dit al uw winkel? 27 jaar. Ja, toen was ik nog niet eens geboren. Groen of rood, die voel ik. Ja. Ja, die is mijn netje. Droeg jij dit? Nee, ik vond het verschrikkelijk. Oké. Okay. I'm ready for my makeover. Good. Mooi. 2 bier. You know I got it, baby. Outside. Ja. Mijn naam is Koen. Quintoon. Julian. Annemieke. We zijn officieel student. Nee, ik heb honger. Tijd om te schaften. Lekker ergens eten. Ik heb net gegoogeld, prachtig mooi restaurantje gezocht. Gevonden zelfs, namelijk Dot. Kijken, we gaan nu die kant op. Dot restaurant. Stap in de wagen, gozer. We gaan gewoon. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel echt op een studentenmanier ontbeten. Ik heb gewoon echt één kwarkje met fruit gehad en dat was het. Ja, wat heb jij gehad? Even wachten. Pizza? Nou, ik moest het doen met een banaan. Er zat zelfs een bruin vlekje op, dus ik heb een halve banaan. Ja. Zelfs wel een halve banaan. Dag Martijn. Hey, hi. Martijn, jij werkt hier. Okay, ik werk hier, ja. Wat vind je van onze outfits? Ja, dat past natuurlijk perfect bij deze stad, bij Groningen als student. Maar wij wilden eventjes een hapje eten en een beetje drinken. En een beetje drinken, ja. Het is al 12 uur geweest, dat tijd voor een biertje. Als jij normaal een biertje bestelt, welk biertje is dat dan? Heineken biertje. Maar als student, zijn we het daarmee eens? Nee. Nee, wat denk jij dat een echte student drinkt? Bavaria. Kom jij uit deze provincie überhaupt? Maat, wat is er mis met Heineken? Nee, ja, kijk, dan ga je natuurlijk gewoon voor Hertog Jan. Hey! Ja. Ding, ding, ding. Voor Nijmegen. Gozers, gasten. Proost. Nou, het eten was verrukkelijk. We moeten natuurlijk echt spitten. Wij moeten echt spitten. Jij pit in de buurt. Dus we moeten even wat een hotelletje fixen. Kijk, ik heb hier wat hotelletjes. Hey, ik zie hier wel iets waar ik echt gelukkig van word. Hotel Schimmelpenninghuis. Je was op zoek naar een hotel met een verhaal.
Ja. Ik heb alvast een verhaal. Storytime. Giel-Jan in Groningen helemaal in de kloten gaat. En hij moet opeens uit de broek een grote boodschap doen. Waar doe je dat dan? Nergens in de stad zijn schone wc's te vinden in de kroeg. Dus Giel-Jan ging naar Schimmelpenning. Want daar heb je hele mooie wc's. Maar je mag daar gewoon naar de wc? Ik weet niet of het mag, maar ik deed het gewoon. Ja, we hebben heerlijk gegeten. Fijn, goed om te horen. Hoe zijn de zaken nou? Want dat was natuurlijk even schrikken een paar maanden geleden. We hoopten een goede zomer in te gaan. Niet gelukt. Helemaal niet gelukt. Nee, we zetten ons beste beentje voor en proberen er gewoon nu weer wat goeds van te maken. Ik ben heel lang blij dat we weer open zijn. Dus. We zijn bij het hotel. Let's get it. Hoi joh. Kan ik jou open? Ja, wij willen hier even slapen vannacht. Gezellig. Als je zo naar ons kijkt, hoe zien we er dan uit? Hey! Oh! Voor de mensen die niet weten wat de rug is. Rijksuniversiteit Groningen. Ja, dit heeft niet zoveel met studentenkoos te maken, maar ik dacht ik wil wel gewoon een mooi plekje waar we kunnen tukken. Oh, dit. Hey, wat doe jij nou? Ja, het is handig om die gewoon paraat te hebben, hè? Als je verkouden bent. Oké. Hier, dit is jouw kamer. Lekker. Ik weet niet, ik voel een beetje... Voel hem ook? Ja, voel hem ook. Ik heb denk ik een beetje last van fucking veel zin in pils. Je hebt hier een trap, maar er zit een spiegel bij. Kijk, heb je zo? Hier, zie je dat? Jezus, wat een rare spiegel. Maar die heeft hele andere schoenen, die spiegel. Aan deze kant van de spiegel verander je gewoon in een lelijke versie van jezelf. Goed, kijk. Dit is het gebouw van Vindicat. De studentenvereniging van Nederland. Eigenlijk. Vereniging van Groningen in ieder geval. Ik ga gewoon even aanbellen. Kijken of ze mij studentico's genoeg vinden. A few minutes later. Jammer, niemand doet open. Als er iemand kijkt van Vindicat. Gozer, ik was hier. Ik wilde even lekker banden met jullie. Jullie stonden er niet voor open. Boeien, Ruud. Boeien. Yo. Alles goed? Ja, hallo met jou. Jazeker. Jullie zagen ons net staan hier ook. En wat zeiden jullie toen tegen elkaar? Wat een fucking lelijk kind. Ik dacht dat het gare Vindicat studenten waren. Ik vraag me dus af. Ik heb sinds kort een nieuwe hobby. Een hobby waarvan ik weet dat Quint hem niet kan. Het heet wakeboarden. En het is fucking hard. Je hebt hier een wakepark. Wakepark Groningen. Ik heb nog een leuk filmpje van jou dat jij... Nee. Een aantal weken geleden probeerde te wakeboarden. Ah, dit was echt poging nummer 20 en het ging als volgt. Ah, 5 meter haal je wel. We zijn gearriveerd. Wakepark Groningen. Let's go. Hey! Dat jullie geen probleem meer hebben. Wakehond, leuk. Nee. Let's hit it. Let ook opeens afscheid nemen. Ja. Oh, afscheid, dat klinkt wel heel. Lekker bro! Remmingsangst, gas is alles. Hier, deze man vertelt ons net wat. Ik loop net te roepen dat het helemaal geen studentensport is, maar... Sowieso is studentensport. Opgericht door leden van Vindicat 30 jaar terug. Kijk. Hé, maar jij kan wel goed je helm opdoen hier. Hoezo? Zit het niet goed? Kijk, helemaal goed. Je gaat het. Stropdasje hangt er lekker bij, gozer. Lekker bro! Hij doet het! Hij kan het eigenlijk alleen maar... als je nu op je bek gaat. Nou, ik heb dit ook nog nooit gedaan. Oké, ladies and gentlemen. Ik heb een beetje honger gekregen. Dus ik heb zin in een grill. Ik heb wat leuks gevonden. Barra. Barra? Good evening, mate. How's it going? Very good, how are you? Not too bad. Oké. We would like to have dinner tonight. 3 people. We'll be there in 10 minutes. Perfect, that's no problem. Oh, dit. Dat was makkelijk. Ik ben er heel vaak voor langs gefietst, maar nooit naar binnen geweest. Jij? Ook niet. Nee. Nieuw spot. We zijn bij Barra, dames en heren. Dit is Mark. Mark is een van de 3 eigenaren. De andere jongens moet je niet vergeten. Hoe heten ze? Boudewijn en Dave. Nee, we gaan hier even lekker hapje eten. Nou ja, het is ander jaar dan je had verwacht. Zeker, je mist toch 3 maanden. Mocht je nou in Groningen zijn, ga dan lekker naar... Barra. Ga lekker naar Barra. De hamburger. Ik denk echt de beste van de stad. Oké. 250 gram Gronings rundvlees, smoky bacon, cheddar. Oh, goed drinken, proost. Joejoe. Kennen jullie de mop van de berggeit? Ik zal hem even uitleggen. Ja, ik ken hem niet namelijk. De mop van de berggeit, die gaat zo.
Het was hartstikke lekker. Ik was net even met Mark aan het praten en hij vertelde dat er iemand, je kent een... A psychology professor, but she is willing to give you a Sunday morning lesson how to be a hungover student. We krijgen even college op zondagochtend. Dus ik dacht, misschien kunnen we nog even een drankje drinken ergens. Ik zoek even een bar, kijken wat er gebeurt. Ik heb even iets gevonden. Concerthuis. Ben je er wel eens geweest? Nee. Nee. Straight up, dit zijn de plekjes. We hebben een beetje dorst. Ja, wat wil je drinken dan? Lekker! Eén eierbal alsjeblieft. Dankjewel meneer. Goedemorgen. Over 10 minuten begint mijn college. Ik heb geen zin in. Oké, ik heb even gedoucht. En als je dan college doet via zo'n soort call, even die broek uit. Morning. Good morning. How are you? I'm very good. Zij is dus lerares psychologie. Alright, so then let's get started. Vervolgens volgde ik een half uur lang college. Of in ieder geval probeerde ik een half uur lang wakker te blijven en te doen alsof ik luisterde. That's the right mindset for success. Great. Thank you so much. You're welcome. Thank you, bye bye. Bye Calvin. Nou, dat was hem. Hopelijk heb ik met deze video jullie Groningen een beetje kunnen laten zien. Heb ik een klein beetje de ondernemers een boost kunnen geven. Ik wil zeggen, reis gewoon lekker door het land. Het kan gewoon als je maar aan de coronaregels houdt. Ik ga weer terug naar bed. Bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook op Instagram. Doei!